Hoi jongens en welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims hier op Kicks Gamezoo. Ik weet niet meer zo goed waar we gebleven zijn, dus we gaan het zien. Ik heb er heel veel zin in weer. Ik hoop jullie ook. Doe alvast een duimpje omhoog trouwens als jullie deze Sims video leuk vinden. Of deze Sims serie in ieder geval. Dan weet ik dat ik door moet gaan. Ja, laten we beginnen. Oké. Okay. Even kijken waar we ook weer gebleven zijn. Ik wil sowieso die muren omlaag. Fucking irritant. Ivar was aan het gamen. Voor de rest zijn nog heel veel mensen op werk. Ivar is net terug van werk. En hij moest gamen omdat hij een gameverslaafde was. Hij was een geek. En gewoon dezelfde kamer is. Liesje ook gewoon lekker aan het pitten. Wat ben ik aan het doen? Ik ben een boek aan het lezen. The Lord of the Swings. Nou, dat is ook voor het eerst. Nee, dat is niet waar. Even koeken loeren. Wat ik kan doen. Ik kan lekker een bad nemen. Dat verdien jij, Carré. Jij verdient een steamy... Nee, geen shower. Een bath. Bubble bath. Kan er nog iets van een wijntje erbij pakken of zo? Nee, dat kan natuurlijk weer niet. Wie is dat? Hallo, is dit niet gewoon mijn tuin? Is een kind in zijn pyjama op zijn sloffen? Hallo, moet jij niet naar school? Oké. Waarom is iedereen vrolijk? Waarom hebben ze allemaal hetzelfde soort smink op? Ja, joh, laat het boek maar lekker weer daar liggen. Dat is ook echt typisch geregen. Maar dat is niet leuk zo, jongens. We moeten af en toe gaan doen. Ivar, ben je al klaar met gamen? Hier. Ik ga maar even wat... eigenlijk moet Carré eten maken. Weet je wat ik ga doen? Ruim Carré de boek maar op. Put away. En als Carré dat is, dan gaat ze weer eten voor iedereen maken. Gaan we schoonmaken. Go, go, go. Peter is terug. Dat komt mooi uit, Peter. Kan je mooi in je tuintje werken. Hoe voel je je? Ja. Nee, waarom wil iedereen opeens boeken gaan lezen? Dat is niet jouw hobby. Jouw hobby is tuinieren. Go, harvest. Verse vegetables and everything. Helemaal toppie. Ga dat maar doen. Ga jij ook maar even showeren? Carré, ben je al klaar met showeren? Yes, klaar met showeren. Dus, serve dinner. Doe maar dat. Ik heb geen idee wat het is. Drink shortage. Oké, dus de sportdrankjes die hij normaal moet geven, die zijn op of die zijn er niet meer. Dus hij moet of de optie water serveren of improviseren. Dus iets anders verzinnen. Maar dit is altijd best wel lastig. Wat zal ik doen, jongens? Water serveren of improviseren? Water is altijd goed. Ja, job well done. Nice. Goed zo, Rafael. Nee, Carré, dat moet je niet gaan doen. Hier, ga dat maar maken. Nou, en Lisa mag nu wel wakker worden. Lisa gaat nog eventjes naar de wc toe. En als ze zo meteen klaar is, dan is Carré hopelijk klaar met eten. Zo raar mijn eigen naam zeggen. Oké, Ivar. Goed zo. En what's Peter doing? TV aan het kijken. Ja, dat is oké. Ga maar even televisie kijken. Oh, Lisa is ook klaar. Je gaat haar handen nog even wassen. En ik ben klaar met eten. Dus of met eten maken. Dus dat komt goed uit. Zet maar neer. Zet maar neer. Carré, what you doing? Ja. En dan call to meal, everybody. Dus nu komt iedereen lekker eten. Gezellig met z'n allen. Pak jij ook het eten? Kijk hoe gezellig! En ik ben super goed aan het worden in koken. Ik wou dat ik in real life zo goed was in koken. Nou, Rafa is ook net thuis. Voelt zich super kut. Hartstikke moe. Snap ik. Eet maar eerst even wat en dan kan je lekker gaan slapen zo. Is dat goed? Je hebt niet echt een keus. Zet hem met z'n allen, behalve Kevin, want hij is crimineel en moet 's nachts werken. Maar ja, die zien we morgen wel weer. Maar eerst gezellig met z'n allen praten. Hartstikke leuk en gezellig. Wie heeft er nog honger? Ik heb geen honger meer. Liesje heeft geen honger meer. Rafa wel nog honger, maar die is nog aan het eten. Als Ivar klaar is met eten, gaat hij nog even naar de wc. En dan mag hij gaan slapen. Ja. Neem eerst je bord op. Oh, hij ruimt al die borden op. Wat lief van hem. Attent. Hij is nu ook klaar met eten.
Dan wil hij nog even televisie kijken. Dat mag, want hij is net terug van werk. Dus dat mag hij wel even doen. Rafael gaat het straks ook doen. Ik moet wel eerst klaar zijn met eten. Is hij klaar met eten? Wat gaat Lucia doen? Ivar, die mag naar bed gaan, vind ik. Ja, sleep. Peter is nog steeds televisie aan het kijken, dat is oké. Okay. Rafael, ga ook maar even televisie kijken. Quest channel, action, whatever. Nee, niet in slaap vallen nu. Ga maar gewoon televisie kijken, wat heb je nodig? Wat heb ik nodig? Ik wil slapen. Dat is oké, okay. Ga jij ook maar slapen, oké? Okay. Ga maar sleepy doen. Oh, hè? What the fuck? Oké dan. Dan moet ik ergens anders gaan slapen. Ga maar gewoon daar slapen dan. Sleep. En Rafael. Ja, ga maar even televisie kijken. Die slaapt, die gaan slapen. Ik weet dat je wil gaan slapen, Rafael. Je mag zo meteen gaan slapen. Eerst je fun even omhoog krikken, vriend. Morgen moet je weer gewoon werken. En dan ben je intens depressief. Dat moet ik niet hebben. Yay, goed zo, Kevin. Hij heeft maar $63 gestild. Nou, dat vind ik een beetje gestolen. Gestild? Zeg ik gestild? Gestolen. Ja, dat weet ik. Je voelt je super kut. Ga eerst naar de wc. En dan kan je lekker slapen. Ga naar de wc. Ja, hè. Ja, oké. Rafael, ga jij ook maar slapen? Wat? Oké. Ga maar slapen. En Peter, die zijn fun is helemaal omhoog. Toppie. Weet je wat je eigenlijk nog even moet doen? Is douchen. En dan kan jij ook gaan slapen. Dan ben je helemaal vrolijk. Ja, het zal wel. Waarom ben je nou weer uncomfortable? Ja, omdat je moe bent. Ik zeg wel dat je zo meteen ook moet gaan slapen. Ja, en dan slaap, please. Dan ligt iedereen in zijn bed. Om 2 uur. Mooie tijd. Kijk. En dan gaan we even kijken wie het snelste wakker is. Zo meteen, dat denk ik Licia. Oeh, of Ivar. Ivar, die is ook... Ja, Ivar. Die is pittig goed uitgerust, die Ivar van ons. Onze Ivar is wakker. Wat wil je doen? Eerst maar eens naar de wc en dan moet je even kijken hoe laat jij naar werk moet. Om 9 uur. Nou, dat is mooi, dus over 2 uurtjes. Dat is helemaal fijn. Ruim maar op, dan ga ik even wat eten maken voor iedereen. Ruim op, Ivar. Work for Ivar starts in about 1 hour. Oké dan. En ik ben dit aan het doen. Lies, die wil even lekker douchen. Gaan we lekker douchen. Grab surfing. Ja, gaan we lekker eten. Nee, nog niet naar werk. Je hebt nog een kwartiertje. Dus prop het even naar binnen. Iedereen is opeens wakker. Hoe kan dat nou? Ik ga maar even naar de wc, Peter. Lies, een douchen. Ik ben hier aan het eten. Peter, die gaat naar de wc. En daarna mag hij ook wat gaan eten. Grab surfing. Ja, die moet ook over een uur naar werk. Skip no burp. Kijk nou Lies, helemaal met de jurk aan. Ze voelt zich helemaal good, helemaal crazy. Die haalt gewoon uit zichzelf het vuil. Wat goed van haar. So proud. Oh mijn god, Ivar moet echt al om 1:30 naar werk. Fucking hell. You gonna be late. Go, 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 go. Go, 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 go. Gone, be gone, be gone, please. Nee, we gaan niet weer met Peter mee. Daar hebben we helemaal geen zin in. Het hebben we wel een aflevering gedaan. Peter, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik moet gewoon naar werk. Ja, dankjewel. Dag. Wat ben ik aan het doen met life? I don't even know anymore. Cleanen. En Lies, die is lekker aan het eten nog. En als ze dat straks op heeft, kan ze naar de wc. Oh ja, dan moet ze verder aan de boek. Ik heb van haar een schrijfster gemaakt. Ah, remember now. En dan, ik mag wel eventjes wat televisie kijken, vind ik. Ga
ga televisie kijken. Ik zeg dat je televisie moet kijken, dan kijk je ook televisie. Ja, hè, dankjewel. Ja, kijk het nieuws maar. Lekker gezellig. Ga ook maar even televisie kijken. Vind ik wel leuk. We mogen elkaar echt allemaal niet. Oh mijn god, we hebben allemaal ruzie met elkaar. Dat is kut. En we vinden allemaal Kevin ook niet aardig. Wij vinden elkaar ook niet aardig. Niemand vindt elkaar aardig. Als ik zo naar de tijd kijk, though, ben ik al echt 20 minuten aan het opnemen. Dus jongens, wat ik nu ga doen, iedereen heeft deze dag vrij. Ik denk misschien dat ik in de volgende aflevering misschien iets leuks met ze ga doen. Dus dat we allemaal naar, I don't know, de club of zo gaan. I don't know, allemaal naar een restaurant. Laten we met z'n allen uit eten gaan. Hebben we daar geld voor? Jongens, als jullie deze video leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk op Kicks Games als je dat nog niet gedaan hebt. En laat in de comments even hieronder achter wat je wil zien in de serie. En dan ga ik het natuurlijk gewoon doen. Hartstikke leuk. En dan zie ik jullie hopelijk gewoon in de volgende aflevering weer. Bye!